staart, hé, hey, moet je horen. De staart zit aan het eind, de kop van voren. Veren, vellen, vachten, vinnen, let maar op, we gaan beginnen. Kop en staart, kop en staart. Je zou er moe van worden. Net zo moe als deze katjes. Net zo moe als deze schaapherdershond die een dutje doet in de middagzon. Een zachte bries in het scherpe middaglicht maakt je ogen zwaar. Doe ze langzaam dicht. De middagbries maakt katjes ook zo moe. Laat nu maar gaan, doe je ogen toe. De warme bries brengt de puppies bij elkaar. Knikkebollen, niet meer hollen geven. Slaap nu maar. Een schaaltje melk lokt de katjes weer naar buiten. Na het dutje komen de puppy's ook weer in beweging. Die papieren zak trouwens ook. Hé, hey, daar zit iets in. Waar zit die nou? Hé, hey, kom er eens uit. Wat maken jullie een herrie met de papieren zak? Ik doe geen oog dicht. Kat in de zak. Hup, erin blijven jij. Nou, die zit vast. Ik ben toch eigenlijk wel benieuwd. Nou, dat was het dan weer. Ga je mee eruit? Deze kat heeft al iets anders gevonden om mee te spelen. En daar komt de tweede.
Puppies en poesjes spelen met alles wat ze kunnen vinden. Zeg, ik wil slapen! Je kunt aan Tonka zien dat hij blij is. Aan de manier waarop hij met zijn staart kwispelt. Kwispel weinig of kwispel niet. Kwispel punt, kwispel staat, waarom eigenlijk niet? Kwispel vlug, kwispel langzaam, is dat nou jouw aard? Ik zal vertellen het verhaal van de staart. Door het kwispelen kun je meer weten over het leven van de hond. Trage kwispels zeggen heel iets anders dan snelle. Of de hond verdrietig is of niet, kan staart je vertellen. Kwispel veel, kwispel weinig of kwispel niet. Kwispel punt, kwispel staat, waarom eigenlijk niet? Kwispel vlug, kwispel langzaam, is dat nou jouw aard? Ik zal vertellen het verhaal van de staart. De dag is voorbij, de honden zijn uitgedold en de mensen komen terug van hun werk. Zo gaat dat. Honden kunnen de hele dag spelen. Maar mensen hebben een taak gekregen.